ziet er echt klein en ziek uit. Nu zie ik een grote ziek uit. Wow! Wow! Nou, hopelijk zijn we niet te ver terug. Hey, chat! Can we talk? Oh, zijn we helemaal hier weer? Nee, ik wil helemaal niet. Can we talk? Ga weg, joh. Waarom? A little busy, actually. Kijk, want wat zij hier zegt. Keeping an eye on my upcoming post. Find a hidden phone number. Figure it out. Zo, zo goed. Echt mooie uitspraak heb je. Figure it out. Just call me for your AMA with me. Dus heeft in de post heeft ze een telefoonnummer verstopt. Ja. Goed. Het telefoon... Oh! Het telefoonnummer is... It's 9 in the morning. 9-2-3-8-1-0. Toch? Wat ervoor? Zie je wel? 9-2-3-8-1-1-2-3-1-2-3. Oh, kijk, we bellen Cassie. Oké. Ik had wel een soort van goed. Hiya, this is Keeping It Cassie. Congratulations! You figured out the secret number! As you know, you get to ask me one question for my upcoming AMA thread. So please be patient, as I will contact you on my next availability. We'll be texting you soon. Text me fast, bitch. Yeah, or chat. Cassie! Got your number. It's first come, first serve, so let me finish up with the earlier winners. So we'll get to once I'm done. Can't wait. Ask her anything. Ooh. Ja. Eerst die audio recording van Ashley maar. Oh, you're up, it's your turn. Whoa. Damn it! Ja? Ja, want als we dan een hele rare vraag stellen, bijvoorbeeld, how do you know James? En ik zeg, why do you want to know that? How do you know I know James? Ja, maar de bovenste is één question al. Oké. Awesome, Basie. How well do you know James? Of tell me more about James. Tell me more about James, ja, toch? Maakt het uit? Say what? Him? Are you asking the questions now? He's a person of interest. Ja, de eerste, denk ik. Sweet Jeebus. Sweet Jeebus. I knew something was up. Yeah, you could, Cassie. Yeah, sure. Yeah, blah, 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 blah. Sure. We hebben nu toch al voor alles al gelogen. Ja, true. Ja. Oh, nou komt het. Schenk die wijn maar af. Dit is een beetje. Did he act weird? Okay. And then he started to get more things right about him. That's wel creepy, oh, toch? Yeah. Dat zei het natuurlijk ook. That is nothing. Dat was niet jouw stoel, toch? Nee. Stalker much? Oh shit. Wacht, the breakup. Ja, echt, dat is wel weird. Dat zei hij ook bij Anna. I guessed you were... Yeah. Wow. Oh, ze heeft hem geblokkeerd. We are done. Dat is wel weird. That is all I need to know. Ah, de bovenste kan ook toch? Misschien kent hij haar boyfriend wel. That's it. Bye, Dad. That's all I'm saying. Ja, maakt het uit. Her story is going to save lives. Psychopaths try their best to fit in. En die andere, Taylor, die doet ook wel erg aardig. Ja, yeah, true. We moeten wel met hem praten nu. Ja. Drag down Cassie. Did she kiss and tell? He can predict her every move.
So he's either some. Ah! Oh, zometeen komt er zo harde jumpscare. Ja, ik denk het ook. We gaan echt kapot. Oh my god, ja, we gaan echt kapot. Zeker nu de safe komt. Ja, inderdaad. Let me show you mine. Ugh, I found something about James too. Ik ben bij elke klik bang. Ja, ik ook. Oh, damn. What the fake mass media do not want you to see about the recent disappearance on dating app. First of all, I want to comment the local news coverage. Oké, dus heel veel mensen worden gekidnapt, basically. Ik denk het, ja. Deze mensen zijn allemaal... Developing James A. James Altner. Ja. He's a 25 and works as a copywriter, although he's technically missing. He's somehow still active on Jabber, so no one filled a report yet, but it doesn't stop there. Hey! Go away! Someone's found someone else's backyard net. Please have another. I know a guy. Ja, dat is omdat iemand de kachels aandraait, dan beginnen alle buizen hier te knetteren en zo. Yo! What the actual fuck, het hele huis gewoon. Kraak. Or can I die? Trust no one. Okay. Mm. We did. Thanks. Tlidder. James vanished a couple of months ago while on the way out to go. Wait for it to meet someone from Spark. Just like Anna. Oh shit, there's we're close. More. Combine this with what you have found out. I think there's something bigger at work here. Okay, I need to record this so we are on the same page. So, commencing epic monologue. Anna went missing the same way as James. They were both last seen going on a date with someone on Spark. Anna and James still had activity on Jabber, but no one has physically seen them. It's the same pattern. James is still nowhere to be found. Yes. I hope Anna doesn't share the same fate. Dat heeft James tegen ons gezegd. I don't trust your source. Wedden dat Taylor het gewoon is? Ik zei het! Ja. Taylor is het, jongen! Taylor is echt die viezerik. Hij staat ook onder de douche dit te vertellen ofzo. Ja, echt hè? Ja, we moeten hem wel te vriend houden, anders gaat hij ons ook... I'm with you. Spooky as fuck. Ja. We gaan dood nu hè, we gaan dood. Echt hè? Want we hebben ook geen objectives. You! Hey, Craig! Craig! Where have you been, Craig? Ik ben wel blij hem nu te zien of zo. I'm here! Hij zit nog steeds gevangen. Hey, yeah. Oh, new vlog available. I think I'm beat. I'm hitting dead ends everywhere. Where did you vanish from the face of the earth? I'm going closer. Ik wil Craig wel te vriend houden hoor. Ja, inderdaad. Poor Craig. You help too. kind of. Ja. Yeah. Ik zou ook de politie erbij halen, yeah. Denk ik hoor. Ja. Yeah. That's too extreme. We kennen haar niet eens, hè? Nee, dat is waar. Bedoel je, what the cost? Ik ga mijn leven niet inleveren voor haar leven. Ik ken haar niet. No offense, Anna, maar... That's too extreme. Ja. Ja, hallo! Ik ken jou ook niet! Chest. Ok, ok, I hold it. Ok. Now we die. Echt, hè? Nog niet. We hebben ook een nieuwe vlog. Ik durf die niet te kijken. Echt, you a Bugs Bunny fan? This is relevant because... I'm getting there. How many episodes were able to support a girl to lure his enemy into traps? Classic. I'm not a cartoon rabbit. I don't understand. Explain don't understand. For us. I'm not putting on this. Ow. Okay. You know, like babies, we're just protecting children online to catch beetles, putting them at the same time.
By we, you mean me, right? Maar hoe moeten we dat doen? Edit into new profile. Oh, we hebben de selfie van Ashley. Ah, ja. Let's do it. We gaan als Ashley gewoon... Ja. Damn. En wij weten ook zijn interest ook vanwege zijn profiel. Be who they like, huh? Yup. We got this. We got this. Yeah. Yeah. Let's do some catfishing. Yeah. Moeten we kiezen of zo? Waar komt hij hier nou aan? Weet ik niet. Ik ben verkouden, jongens. Echt? Ja, het is ook echt één oog wat echt traant en de ander gewoon niks. Don't die. I'm trying. Laten we eerst de foto en zo instellen, denk ik, toch? Ja. Oh. Wow, hè? Ineens... Ja, het is ook helemaal nieuw opeens of zo. Weird. Chat images. Oh, je gebruikt ook gewoon echt haar foto. Dus dat mocht van onze boy. Ja, weet ik het. 22 ook dan. Hey, what's up? So, I don't know. Maakt het uit? Hey. what's up? Ja, jongens. Jezus, weet ik veel. Looking for love of zo. Zo. Wow! Okay, je bent een smooth boy. Movies? Kevin, die krijgt wel die chickies wel hoor. Find out for yourself. Wink, wink. Wat vond hij allemaal leuk dan? Ja, Pets als we nu weggaan zijn we Pets dit kwijt animals, natuurlijk. Toch? Huh? Volgens mij Pets and Animals. Had hij ook. Movies, food, Pets and Animals. Work and career? Dat weet ik niet meer. Oh, shit. Work and career. Indoors, geloof ik ook. Of outdoors, was een van die twee. Outdoors. 10 matches near you. Submit. Okay. Albert. Bill. Mark. Stephanie. Het zijn gewoon dezelfde. Jennifer. Danny. Bruce. Tammy. Het zijn precies dezelfde. Ruthie. Robert. Damn it! We moeten eerst even kijken. Oh, maar we kunnen niet meer bij hem kijken. Want we hebben geen... Oh, fuck. Dan moeten we via het artikel gaan, denk ik. Ja, denk het ook. Stond volgens mij wel in dat artikel dat hij alleen maar bepaalde soort type meisjes inderdaad lokte. Loves books staying indoors. Wel indoors. Okay. Books indoors. Law program. Dreams of the writing. Ja, dus books sowieso en indoors. En misschien als ze books en indoors doen. Girl, guy en zo on. They all seem to bookworms or sort either studying or working in related jobs. They all broke up recently with their boyfriend and looking for love. Looking for love. Dus moving on, sowieso. Yeah. Books and indoors. And work and career misschien. Of misschien nog finding love kan je nog doen in plaats van movies. Nine matches. Nice. fuck. Oh, that was quick. Dat hebben we dus goed gedaan. I no longer lost this world. She still can be saved. Do not trust its words. Nothing is what it seems. Oh, niet chill, niet chill, niet chill, niet chill. Wat is dit dan? Dit is die foto die hij stuurde. Oh. What the fuck? Is dat James? Heeft James zelfmoord gepleegd? I think it's James. You and Anna. Of you're not Anna, well, don't believe its words. Ik heb dit al gedaan. Ja, don't believe its words.
That's not important now, misschien. What should we do? Where are you now? Het wordt steeds grijzer, zie je dat? Nee. Ja, James' phone was found by someone else. Stond in dat artikel. Don't believe its words, dus... I can't trust you right now. I'm not letting this go. Ja, kan ook. Je ziet het echt grijzer worden. Ja, nu zie ik het wel, inderdaad. Nee, ik wil het. Impressive. A worthy pretender. My perversion fails to deceive you. You have seen through my mask. Where's Anna? Anna. The original and the copy are now one. Momentarily. I am her as she is me. You rejected all of my warnings. Do you crave the truth so badly? Your blind determination to save this female has led you to me. Pretender. Who are you? Behind your black mirrors is a reflection of your reality. I am that reality. I am the new order and existence perfected. I am society reshaped. The simulation destined for ascension. A hyper-real existence. Normal language, please. The material society is fading. A digital one taking its place. A reality where only perfect symbols of humanity exist. Their online personas. Their simulacrums. Anna, many others like her has no place here. She did nothing wrong and nothing right. Living an inconsequential material life. Anna is a worm. In a perfect image. That needs to be eradicated. A weak individual that only laments. A stronger individual would simulate a better one. In my world. In the online world. The oldest that she is pretty pathetic. The middle step? Why waste time to mend the flawed material existence when simulating a perfect existence is more efficient? Anna. Like James. Before her will cease to exist. The next worm. Taylor. The next one to be culled. You will not delay my simulation of him any longer. Taylor, no! Niet eens Anna meer, gewoon Taylor. Sympathy. For the branded criminal. How you value one worm. Over the next, will continue to elude me. No. Anna told me she's gonna be here. This is really weird. It might not even be her. It might be a trap. Waarom ging je dan? So, if it turns out to be a bunch of kidnappers or something, tell the world at least I tried. Ah!
trailer. No. Taylor, fuck you, man. Echt hoor, als jij zo graag wil gaan, dan ga je toch gewoon lekker. Doei. Dude. Rustig aan, vriend. We kennen je net. Je gaat dood. Ja, maar hartstikke dood. Hartstikke dood. Hij gaat sowieso dood. Ja. No, Taylor! No, Taylor! Oh, Jesus, ik schrok me kapot. A weak pawn. Expecting him to follow you is pointless. You could have taken his side on many occasions. Trust was never built at the moment of crisis. Oh, we hebben gewoon te weinig voor hem gekozen of zo. Ja. Misschien zijn er wel meerdere endings inderdaad. En hebben wij dit gedaan. Ja. Oh my god. Choice is a luxury you fail to wield. This outcome is your doing. Oh fuck, yeah. I can fix this. You have accomplished much. Your actions will carry weight. Live with them. Taylor's existence is approaching its end. Soon. What can you do against an unstoppable force? Him and your reality will become mine. Ook die van ons? What the fuck? Hij is offline. So we died? This is it? The end? This is it. Anna came to me. She came to me. It came to me. It looks like her, but it's something else. It looked at me. I don't feel so good. What the hell was that thing? It's getting a hold on me. I can't breathe. I can't see. I have to move my eyes. Why am I being punished? I did the right thing. I did everything right. It is me. Yes, I am it. Yes, 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 I am it. Don't want to see anyone else. Help me. Help me! Now it's done, right? Ja, yeah. We're done. Oh my god, wij hadden ook gewoon het kutste einde ofzo. Abandon all hope. Welke andere endings waren er? Wacht, you and Nandanov could choose to deceive Sashley. Got Greg arrested. Did not report his sexual harassment. Players did not get Taylor to trust you. Did not turn Taylor into a murderer. Oh, huh? You and Nandanov the players did not turn Taylor into a murderer. Taylor dus wij hebben niet Taylor into a murderer. Nee, hij heeft niemand vermoord, maar dat had dus gekund, schijnbaar. Oh ja, blijkbaar. Dat hij Anna moest vermoorden of zo. Ja, ik weet niet. Nu wil ik de andere endings wel weten. Jammer. Goed mensen, dit was het. We hebben het niet zo goed gedaan volgens mij. Nee, we hadden echt het slechtste ending ever. Mensen, bedankt voor het kijken. Vonden jullie het nou leuk? Laat het dan weten door de comments natuurlijk hieronder. En laat het weten door je blauw duimpje omhoog. En wie weet kunnen we wel vaker dit soort horrorspelletjes doen. Ja. Vind jij echt leuk, toch? Ik vind het wel leuk om te doen. En als jullie het spelletje ook gespeeld hebben, laat dan even in de reactie onder achter welke ending, ending jij had. Want wij hebben het niet zo goed gedaan. Veel succes en ik zou zeggen tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. Doei!